hoefde op dat moment geen vader te zijn om in te kunnen schatten dat het met die kinderen helemaal niet best was. Er is gebeld door een vrouw. Dikke paniek. Vermoedelijk huiselijk geweld. Dus ja, ga maar gelijk ter plekke. En de vrouw des huizes doet open. En ondanks dat ze zelf gebeld heeft en er schijnbaar een heleboel aan de hand is, zie je een bepaalde glimlach op haar gezicht die kennelijk probeert te verbloemen dat er iets aan de hand is. En ze laat ons ook gewoon binnen. Er zijn mijn collega's in de ene kamer in gesprek met de man des huizes. Andere collega's nemen de vrouw des huizes mee om te informeren van, joh, wat heeft hier gespeeld en waarom bellen jullie, wat is er aan de hand? Ik neem de kinderen bij me en we zitten in de keuken aan tafel. Meisje aan de ene kant, jongetje aan de andere kant, beide tegen me aan, jochie op schoot. Ja, die kids hebben het te verduren gehad. Ik hoefde op dat moment geen vader te zijn om in te kunnen schatten dat het met die kinderen helemaal niet best was. En aan de verdrietige, betraande en angstige gezichten merk je gewoon dat hier door kinderen iets wordt gezien wat niet hoort. Wat in elk warm gezin niet hoort plaats te vinden. En ik kom uit een warm nest, dus ik weet echt wel hoe het zou moeten zijn. Ik heb het als kind fijn gehad. En hier, aan beide kanten, twee van die totaal in elkaar gedrukte hoopjes kind. Dat is gewoon niet goed. De armen van het meisje zaten onder de bijtwonden van pa. En de jochie naast me, op schoot, huilend, geeft aan dat hij pijn heeft. Dus je geeft ze een arm en je luistert naar ze en je probeert er voor ze te zijn. En op dat moment kijkt het jochie je aan met die betraande rode oogjes van hem en hij zegt, agent, kan u mijn papa niet zijn? Nou, het is zo'n puur moment. Uiteindelijk zijn ze gescheiden en zijn de kinderen met moeder meegegaan. En ondanks dat het een streng religieus gezin bleek te zijn, heeft moeder wel de moed gevonden om te beslissen, ik ga van jou scheiden en ik ga los van jou het leven verder door met mijn kinderen. Ah, daar heb ik wel bewondering voor. Omdat je geregeld ziet dat het in die geloofsgemeenschappen soms lastig kan zijn om, hoe slechte omstandigheden ook zijn, toch los van elkaar verder te kunnen leven. Dat is wel het moment geweest, nadat moeder heeft gebeld, waarop het geweld binnen het gezin stopte. Dus het is een hele dankbare taak geweest.